Like, dat doe je niet. Dat doe je niet. Dat kan niet. Maar ik... Ah, ik vond het zo naar. Dude, ga gewoon weg. Please. Hey jongens, ben ik weer op jullie buis. Voor vandaag heb ik een storytime. Namelijk het verhaal. Mijn eerste stalkervaring. I'm excited om dit verhaal te vertellen. Because I was shook. Oké, het is nu al een tijdje geleden. Ja, ik denk anderhalve maand of twee maanden of zo. Ik ging dus met Cindy in Utrecht foto's maken. Cindy is super goed in foto's maken. En ze had gevraagd of ik het leuk zou vinden om voor haar te gaan poseren. Dus, nou ja, zodoende. Deze foto's waren van die shoot. We hadden afgesproken op Utrecht. En we gingen gewoon vanaf Centraal een beetje de stad in. En nou ja, we waren klaar met die foto's. Ik vond het een goed idee om even ergens koffie of chocolademelk te gaan drinken. Om eventjes op te warmen. En dat we daarna gewoon allebei weer naar huis zouden gaan. Dus dat was het plan. We waren terug aan het lopen naar Centraal. En ineens liep er iemand naast ons. Als je gewoon de kant op loopt, lopen er tientallen mensen naast je. Heen en weer, whatever. Maar op dit moment liep die persoon echt bewust, zeg maar, echt naast ons. Dus ik keek om naar Cindy, zo van... Hoe dat, weet je wel. Tell me who that. Wie staat... Waarom loopt hij... Oké, hij liep gewoon zo heel casual, zo... Beetje lachend naar ons. En wij zaten echt zo van... Doe maar niet. Biertje in de hand, petje op, een beetje, ik weet niet. Maar hij bleef dus naast ons lopen. En wij zaten een beetje van, oké, weird. En op een gegeven moment liepen wij hier en hij sneed zo af en liep verder door. En wij dachten, oké, weet je wel, vaarwel. En toen keek hij weer om naar ons. Zo. Dus ik dacht echt, oh my god, what's happening? En Cindy volgens mij ook. Wij zaten allebei een beetje van, oké, that's weird. No big deal verder, weet je wel. Het is een beetje gek, maar nou ja, niet super erg. Dus hij liep daardoor, dus wij dachten, safe. En op een gegeven moment kwam hem weer tegen. Toen liep hij weer een beetje zo... zo naar ons te kijken en zo. En wij zaten echt zo... Why? Dat we dus bijna in Centraal waren. En toen zat ik zo van... Oh my god, waar is die guy nou? Dus ik schreeuw heel hard iets van... Oh, waar is hij nou? En toen stond hij echt naast ons. Dat Cindy zat van, oh my god. En ik, subtiel als dat ik ben. Ik dacht, oh my god, why, waarom moet ik zo hard schreeuwen? Toen weer ging hij gewoon weer weg. En wat hing hij een beetje, zeg maar, voor je gevoel om je heen. Ons plan was om koffie of chocolademelk te drinken. In dat cafeetje waar je met de trap omhoog gaat tegenover de piano. En dat hadden we al besproken in de weg ernaartoe. Ineens werd Cindy gestopt door een jongen. Niet de stalker jongen, een andere jongen. En die jongen zei, hey, jij bent een super mooi meisje, wil met mij op date? En ik zat echt van, wow, what's happening? En zij, en hij weer nog een keer, hey, ja, ho, je bent een mooi meisje, wil met mij op date? En Cindy zat echt, ah ja, nou nee. Ik stond er echt zo bij als die chick die gewoon haar vriendin aan haar lot overliet. Want ik stond er gewoon naast van, oké. Echt, het duurde ook 3 keer voordat ik überhaupt door had wat hij nou er vroeg. Want het ging zo snel. Het was echt zo'n ingestudeerd riedeltje die er gewoon uitknalde. En op zich, props voor hem wel. Want hij deed het wel gewoon. Maar dus dat gebeurde er. Dus wij waren al van, eerst die guy, deze guy, what's happening? Cindy had hem heel subtiel afgewimpeld en toen liepen we verder. En toen, nou jongens, toen gingen wij dus richting de trap omhoog naar dat tentje. Liep die vent met dat biertje, onze stalker, liep voor ons die trap op. En ik zat echt, no, daar gaat onze safe zone. Hoe dan? Waarschijnlijk heeft hij ons gewoon gehoord dat wij zeiden, we gaan daar lekker koffie drinken. Wij zaten in een soort van dilemma, zo van, oké, wat nu? Had ik toch gezegd, nou, laten we gewoon maar daar gaan zitten, want dat was ons plan. Dus Cindy, ja, let's do that. Dus wij gingen gewoon die trap omhoog. Je komt daar binnen en dan heb je een soort van barretje, waar je zo op zo'n kruk kan zitten en even kan chillen. Allemaal leuke tafeltjes en stoelen en zo, waar je ook gewoon kan eten. Oeh, helemaal buiten adem, jezus. In ieder geval, die jongen, die was al naar boven gegaan. Het was ook echt geen leuk jongen. No offense, als je dit ooit kijkt, je kwam echt over als een creep. Maar hij ging aan dat barretje zo zitten met zijn biertje nog zo. Hey. En ik dacht ook echt, oh nee, wel, why? Dus wij liepen zeg maar zo door en gingen gewoon in de rij staan om onze chocolademelk te bestellen. Daar waren we mee bezig, we waren aan het bestellen. Cindy en ik waren gewoon zo van, oh my god, Shook, what's happening? En de hele tijd giechelen ze van, weet je wel, zo van, haha, dit is wel grappig, maar I'm really freaked out. Was het een beetje van, oh, ik weet niet meer waar hij is, hij zat daar niet meer, misschien is hij ergens anders. Letterlijk,
ik draaide me om en hij stond 1 meter achter mij. Nou, ik ging echt, ik schrok me de pleuris. Toen, op een gegeven moment was de chocolademelk klaar. Het was dus van, oké, de chocolademelk is klaar. We hebben nog een lepeltje nodig, waar gaan we zitten? Dus die jongen stond nog achter ons in de buurt. En ik dacht, oké, we moeten daarheen. Want hij is hier, we gaan daar zitten. En toen zei ik tegen Cindy, pak jou nu lepeltjes en dan ga ik alvast zitten. En toen ik dat zei en wegliep, dacht ik, oh fuck, dat is niet een goed idee. Because Cindy, don't leave me. En later zei Cindy ook van, echt, ja, ik dacht, never mind die fucking lepels. Ik ga achter jou aan. Maar wij gingen dus naar een plekje zitten. En die jongen ging ons gewoon achterna. Hij liep letterlijk met ons mee naar de tafel waar wij wilden gaan zitten. Dat wij ook echt zaten van, dude, get a hint, weet je wel. Dus ik zette dat dienblad neer. En Cindy en ik keken allebei elkaar aan ook van, wat? En die guy die stond gewoon naast ons bij die tafel. Dus ik zei tegen hem, want ik zei ook al eerder tegen Cindy, oké, als hij ons nog vaker, zeg maar, volgt, dan moeten we er wat van zeggen. Want anders dan, weet je wel. Dus op een gegeven moment zette ik dat dienblad neer en ik dacht, oké, nu is het klaar. Dus ik zei iets van, ja, yo, als je iets van ons moet, weet je wel, als je iets wilt, vraag dan gewoon. Want nu volg je ons gewoon letterlijk en het is een beetje stalkerig en het is gewoon creepy. Dus hij stond er echt van met zijn biertje, heel creepy naar ons te lachen nog steeds. Ja, ik wilde jullie gewoon zeggen dat jullie mooie meiden zijn. En wij stonden er ook echt van, dankjewel. Ga weg. Dankjewel, oké? Het is duidelijk. Maar dat had je ook al 10 keer nadat je ons, zeg maar, achtervolgd, had je het ook al kunnen zeggen. Dus dit is gewoon raar. En toen bleef hij gewoon staan. Dus ik zei, oké, bedankt, weet je wel. Dus wij stonden van, ja, nou, you go, girl, weet je wel. Ga nou maar gewoon. Uiteindelijk ging hij wel weg. Toen zei hij iets van, ja, nou, nu ga ik wel. Ik wilde jullie gewoon eventjes zeggen dat ik dat vond. En je moet niet op die manier dat, oké, guys, no go, oké? Niet dat doen. Hij liep weg. Dus wij dachten, thank the Lord dat hij weggaat. Maar hij ging gewoon weer aan het barretje zitten. Dat ik echt dacht, dude, ga gewoon weg, please. Hij ging weer bij dat barretje zitten, waardoor hij, zeg maar, nog steeds gewoon rechtstreeks naar ons kon kijken. Super naar. En ineens was hij weg. Ik had niet gemerkt wanneer hij opstond of niet, maar hij zat er niet meer. En dat was eigenlijk ook nog wel een beetje creepier dan dat je wel wist waar hij was. Want, nou ja, een beetje in ieder geval, oh, hij is er daar. Dus ik dacht echt, oh god, straks springt hij ineens achter me vandaan, weet je wel, help. Waar wij zaten, keek je, zeg maar, naar de muur van die trap die naar beneden leidt. Dus ik keek even naar die muur en ineens, komt die jongen echt zo achter dat muurtje. En weer weg achter dat muurtje. Dus ik zat ook echt van, oh my god, hey, hij is er weer, help. Maar ik vond het zo naar. Met zo'n vieze pretbag. Echt letterlijk. Ik ga het nadoen gewoon. Like, oké. Dit is de muur van de trap naar beneden. Dus, en hier ga je zo naar beneden. En hij was letterlijk dit gewoon. Like, dat doe je niet. Dat doe je niet. Dat kan niet. Oh my god. Ik vond het echt verschrikkelijk. Op een gegeven moment was onze chocolademelk op. Nu moeten we nog centraal in. Straks komen we hem weer tegen. Ik weet niet hoe. Maar op een of andere reden gingen allebei onze treinen van hetzelfde spoor. Dus wij liepen een beetje panisch naar dat spoor toe. En toen kwamen we op het spoor. En Cindy's trein ging iets eerder dan die van mij. Ik denk 10 minuutjes of zo. Dus we hadden gedag gezegd. En Cindy ging de trein in, alvast zitten en een plekje zoeken. En ik stond buiten, zeg maar, op de plek dat ik nog naar haar kon kijken. Terwijl zij zat in de trein. Dus we hadden nog app, weet je wel, dit en dat. En ineens, ineens liep die guy langs. En dan moest hij dezelfde trein in als ik. Ik dacht echt, no Cindy, you're leaving me. En ik word hier vermoord en geraped in mijn eentje, help. En Cindy zag ook, die appte mij van, oh my god, daar is hij weer. En ik zat op van, help, help. En op een gegeven moment, ja, haar trein ging weg. Dus ik zat ook echt van, no, where are you going? Where are you leaving me? En toen ging ze weg en ik dacht echt, oh my god. Blijf ik hier achter met die kerel op dezelfde spoor als dat ik ben, help. Dus ik ben gewoon, zeg maar, zo ver mogelijk van hem gaan staan. Maar nu was ik alleen, dus ik dacht, oh my god, ik wil niet dat de kerel naar mij toe gaat, iets tegen me te zeggen of iets, niks, blijf weg. Dus ik dacht, best is,
om eventjes met iemand te bellen. Zodat ik gewoon een soort van actief lijk, weet je wel. Dus ik heb Julia gebeld, vriendinnetje van me. Op een gegeven moment kwam de trein aan. En toen ben ik gewoon die trein ingegaan in zover dus een coupé van hem vandaan. Dus toen heb ik de hele treinrit met de telefoon met Julia gepraat. En gewoon heel dat verhaal natuurlijk weer meteen verteld aan haar. Ik was nog steeds best wel panisch dat hij ineens naast me zou gaan zitten. Of in dezelfde coupé zou zitten. Zat hij gelukkig niet. Nou ja, toen kwam ik in Amersfoort aan. Ik ging naar buiten, ik zag hem nog nergens. En ik liep naar de trap, naar het station om uit te checken en zo. Loopt hij ineens langs mij en hij keek nog even zo hetzelfde als dat hij de hele tijd had gedaan. Zo, liep hij langs mij en ik dacht echt, ik dacht echt, oh my fucking god, nee. Sprint naar die bus, ga naar huis. Beter dat die guy niet dezelfde bus heeft, want dan weet hij gewoon praktisch waar ik woon. Dus ik wacht op de bus, maar de bus kwam te laat. Nou, dat was een beetje jammer. Maar in ieder geval, gelukkig heb ik die kerel nooit meer gezien. Als ik zo het verhaal even weer, weet je, er is niks geks gebeurd. Op dat moment is het zo vaag. Het is gewoon naar als iemand die je niet kent, je achtervolgt. En dat was ook 5 keer, weet je wel. Het was niet dat hij 1 keer ons achterna ging en zei, ik vond jullie knap. En toen gewoon weer verder ging. Hij heeft ons echt gewoon heel erg bewust gevolgd. En ik bedoel, die andere guy die gewoon Cindy soort van aanviel met een soort van proposal. Dat was ook gek. Maar dat was gewoon heel snel 2 keer achter elkaar, gek momentje. En hij ging weer door. Dat was gewoon, ah, ik kan erkend met. Jongens, dat was mijn stalk verhaal. Ik vond het echt vet naar. Ik hoop dat jullie het een leuk verhaal vonden om te horen. Ik werd een beetje fanatiek van het hele verhaal weer. Laat me ook weten in de comments of in de poll of jullie het leuk vinden als ik vaker een storytime doe. Want als ik nou iets geks weer meemaak, vind ik het natuurlijk leuk om met jullie te delen. En ja, dat was het. Dus vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Even te abonneren. Het belletje aan te doen. En dan zie ik jullie snel weer. You should taste it. I'm so fat.